kleidtutorial. En daarom lijkt het me leuk de giveaway. Joh, ik word er bijna helemaal sentimenteel van. Oeh, dit ziet er ook al best wel vet uit. Wellicht dat ik volgende keer jouw passie ga ontdekken door het eerst voor je uit te proberen. Van harte welkom bij deze nieuwe kleitutorial. Ik ben Rosalie Boom, a.k.a. jullie kleiinstructrice voor vandaag. Zoals jullie wellicht wel weten, zeker de mensen die vaker naar dit kanaal kijken, heb ik een nieuwe passie ontwikkeld. En die passie is kleien. Ik heb intussen ook echt al heel veel gekleid. Ik heb een banaan gekleid, fabric art, oorbellen gekleid, ringen gekleid en dan ook gelijk schoteltjes gekleid waar je die sieraden dan weer op zou kunnen leggen. En precies dat laatste vond ik zo ontzettend leuk om te kleien dat ik dacht, weet je wat? Ik ga dat gewoon nog een keer kleien. De schoteltjes die ik toen heb gemaakt, die heb ik niet meer. Ik heb die geschonken aan Madelief. Ik vond het zo ontzettend leuk om te zien dat ik haar er zo blij mee heb kunnen maken. En daarom lijkt het me leuk om vandaag wederom deze schaaltjes te giveawayen. Wat we voor vandaag allemaal nodig hebben, is natuurlijk allereerst klei. Zogeheten Fimo klei. Dit is hele fijne klei, omdat je het in de oven kan stoppen. En dan wordt het kei. En keihard. En dat is voor vandaag super handig, want ik wil natuurlijk niet van die gesmolten schoteltjes bij jullie thuis bezorgen. Verder gebruik ik natuurlijk nog mijn zeer professionele tools om de klei mee uit te rollen en te bewerken. En daarvoor gebruik ik een thermosfles. En wat ik gebruik is een voorbeeldschoteltje. Die heb ik vorige keer ook gebruikt omdat ik dit gewoon het perfecte formaatje vind. Verder lijkt het me heel erg leuk om ze nog te versieren. En daarvoor gebruik ik vandaag deze stiften. Ja, meer heb je eigenlijk niet nodig. Natuurlijk een oven, een bakpapiertje, klei. Let's go! Voor mijn eerste schoteltje ga ik beginnen met deze fantastische kleur. En daarvoor leg ik even een bakpapiertje op de tafel. Om te beginnen moet ik natuurlijk de klei eerst uitrollen in de juiste vorm. En daarvoor begin ik even met het rollen van een balletje. Kijk, dit is natuurlijk al een perfecte bal. En dan ga ik deze uitrollen. Weet je wat ik nou zo ontzettend leuk vind? Doordat ik dit kanaal heb, kan ik dus elke keer weer onderzoeken wat nou weer een nieuwe passie van mij is. En het allerleukste vind ik eigenlijk nog dat ik zie dat ik jullie er ook in aansteek. Ik krijg zoveel leuke foto's in mijn DM van kijkers die dingen hebben nagemaakt of leuke ideeën hebben gevonden en graag willen dat ik dat een keer ga proberen. Dus mocht je nou iets hebben waarvan je denkt, oh, ik zou dat eigenlijk altijd wel een keertje willen doen, maar ik weet niet zo goed hoe, laat het me dan vooral even hieronder in de comment weten. Want wellicht dat ik volgende keer jouw passie ga ontdekken door het eerst voor je uit te proberen. Ik vind het ook echt hartverwarmend om al jullie leuke comments te lezen. En ik had echt nooit durven dromen toen ik dit kanaal begon dat dit eruit zou komen. Ik kan elke dag doen wat ik het allerleukst vind om te doen. Dat is echt een droom van mij geweest. Joh, ik word er bijna helemaal sentimenteel van. Zit ik hier gewoon lekker een beetje in een schoteltje te kleien en dan komen dit soort mooie gesprekken eruit, hè? Even kijken of mijn schoteltje inmiddels al ongeveer groot genoeg is. Ik haal hem even van mijn bakpapiertje af. En dan leg ik hem op mijn schoteltje. Bij de randjes waar het nog net iets meer uitsteekt, ga ik de klei gewoon een klein beetje naar boven duwen. Zodat hij precies even groot is. Ik vind het echt een super vette kleur. Hij zit natuurlijk nu nog in mijn andere schoteltje. Ik ben bang dat als ik hem er nu uithaal dat hij helemaal die vorm verliest. Ik ga toch proberen. Ja, ik ga hem vast even op de bakplaat leggen, zodat hij straks de oven in kan. Super! Nou, dan ga ik door met de tweede kleur. En daarvoor ga ik deze mooie oranje gebruiken. En ga ik eigenlijk precies hetzelfde doen wat ik net ook met die heb gedaan. Over dromen gesproken, hè? Vroeger toen ik klein was, was mijn droom altijd om naar de kunstacademie te gaan. Eigenlijk echt al zo lang als ik me kan herinneren. Echt toen ik heel klein was, toen zei ik altijd al dat ik tekenares wou worden of kunstenares. Nou, zei ik vroeger ook altijd dat ik kappertje wou worden. En zelfs dat is uitgekomen. Ik ben natuurlijk ook een eigen salon begonnen. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg grappig om daar af en toe eens bij stil te staan en aan terug te denken. Dat je dus gewoon een droom kan hebben vanaf dat je heel klein bent en dat je dat dan ook uiteindelijk wordt. Wel echt heel fun. Ik ben heel benieuwd bij hoeveel mensen dit daadwerkelijk zo is. Die echt hun jeugddroom zijn geworden. Misschien voor de iets oudere doelgroep die naar mij kijken. Zijn jullie geworden wat jullie ooit hadden willen worden? Ben ik wel heel benieuwd naar. Intussen heb ik mijn schoteltje weer lekker plat uitgerold. De randjes zijn nu wat groter. Dus nu pak ik er even een mesje bij. En snij ik die randjes weer in één keer af. En dan krijg ik eigenlijk al een heel mooi randje van mijn schoteltje. Heel voorzichtig eruit halen. Oh, dit is altijd spannend, want je wil natuurlijk wel die vorm halen. Tada!
Daar is alweer mijn tweede schoteltje. Ik heb ze nog niet eens echt versierd, maar de kleuren vind ik echt al heerlijk. Deze gaat erbij op de bakplaat. En dan denk ik dat ik nog één schoteltje ga maken. En daarvoor heb ik ook weer één van mijn favo kleuren uitgekozen. Namelijk deze kobaltblauw. De basisvorm van mijn schoteltjes is af, dus ze kunnen in de oven. En ze gaan 30 minuten lang op 110 graden. Terwijl mijn klei in de oven zit, denk ik dat het tijd is voor even iets heel anders. Iets waar ik heel erg blij mee ben. Namelijk de sponsor van deze video. Woehoe! Deze video is namelijk mede mogelijk gemaakt door Lego Friends. Deze samenwerking met Lego Friends is een samenwerking die op mijn lijf geschreven is. Dus vandaag presenteer ik u... Oh, ging even mis. Nog een keer. Emma's Art School. Emma's Art School is dus een kunstacademie in Lego Friends. Lego heeft mij uitgedaagd om op zoek te gaan naar mijn eigen passie. Misschien wel een nieuwe passie of een passie waar ik al enorm gepassioneerd over was. En dat is eigenlijk precies wat Lego Friends doet. Door de droomwerelden te creëren kan jij op zoek gaan naar je eigen droom. En misschien droom jij wel niet van een kunstacademie, maar droom jij wel van een ruimtevaart of een eigen boomhut. Dan kan dat ook bij Lego Friends. Het enige is natuurlijk wel dat je eerst zelf je droom nog even in elkaar moet zetten. Nou vind ik dat eigenlijk stiekem het leukste onderdeel van Lego Friends. Dus terwijl mijn schoteltjes nog 30 minuten in de oven zitten, ga ik even snel Emma's Art School in elkaar bouwen. Nu hoeven jullie daar natuurlijk niet helemaal bij te zijn, dus ik maak er wel even een snelle timelapse van. Hier komt ie. Geprankt! Ik heb Emma's Art School al zalig zelf in elkaar zitten vreubelen. Kijk nou hoe vet die is. Kijk die raampjes. Het leuke is dus ook dat ze op deze Art School 4 disciplines uitvoeren. Schilderkunst, fashion en design, mij niet geheel onbekend, fotografie en kleien. Of keramiek. Dus ik zit vandaag zalig in het thema van Emma's Art School met jullie te kleien. Netjes parkeren in het fietsrek. Heb ik ook zelf gemaakt. Oh, mijn klei is klaar. Mijn schoteltjes zijn uit de oven en ze zijn lekker hard geworden. Dus dat betekent dat het tijd is voor fase 2, het versieren van de schoteltjes. Voor dit schoteltje heb ik een design in mijn hoofd wat ik al een keer eerder heb gemaakt. Dit is natuurlijk vreselijk mislukt. Het idee van het schaakbordpatroon wat een beetje kronkelt, vind ik wel echt een hele vette print. Dus die ga ik nog een keer proberen, maar dan op mijn nieuwe schoteltje. En daarvoor gebruik ik geen zwart en wit deze keer, maar deze kleur in combinatie met lila. Ik ga als eerst lijntjes trekken. Oeh, dit is een hele vette kleurencombinatie. Kijk nou. Oh, heel vet. Dit is het begin. En nu ga ik natuurlijk weer om en om mijn vlakjes inkleuren. Wauw. Oké, deze is al top. Dit is dus mijn eerste design. Dan ga ik het volgende schoteltje doen. En het lijkt me eigenlijk wel heel erg leuk om gewoon eens een keer een vrolijk bloemenprintje te doen. Het wit is niet meteen heel erg dekkend. Dus ik laat ze heel even drogen. En dan ga ik er straks nog een keer overheen met wit. En ondertussen kan ik vast aan mijn laatste schoteltje beginnen. Vorige keer had ik natuurlijk één grote smiley gemaakt. Die vond ik echt super leuk. Dus ik denk dat ik deze keer weer smileys gaan maken, maar dan meerdere. Deze is echt heel leuk geworden. Kijk nou. Nou, ze zijn allemaal amazing. Kijk nou hoe leuk. Vorige keer heb ik mijn schaaltjes nog lekker sexy gemaakt door er een klein laagje blanke lak overheen te doen. En ik denk dat ik dat nu ook weer ga doen. Ik ga dat wel even buiten doen, dus ik ben zo weer terug. Ja hoor, daar zijn ze dan. Oh, er valt er een van tafel. Tada! Kijk nou hoe sexy ze zijn. Ja, nu ze glimmen vind ik ze echt helemaal af. Dit is wel echt mijn favoriet. Nou ja, ze zijn eigenlijk allemaal echt heel erg leuk. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik ze het leukst vind bij elkaar. Dus ik denk ook dat ik ze op die manier ga weggeven. Maar voordat ik ze ga giveawayen wil ik nog één ding doen. Ik wil er even een fancy foto van maken, zodat ik het op Instagram kan zetten en jullie daaronder kunnen reageren waarom je moet winnen. Ik ga die foto maken aan de hand van een fotohack. Je kan dus een schaal vullen met water. Daar je product in leggen. Beetje blazen. En door het water op de achtergrond ziet het er gewoon super amazing uit. Dus ik dacht, als ik nou deze gouden schaal gebruik als ondergrond en die vul ik dan met water. Niet te veel water trouwens, want anders verdrinken natuurlijk mijn schoteltjes. Dat moet natuurlijk niet. Oeh, dit ziet er ook al best wel vet uit. Als ik dan gewoon daar mijn schoteltjes op leg. Even kijken hoe dit eruit ziet. Oh, wacht, je ziet mij. Je ziet mij in de weerspiegeling heel hard blazen. Maar het idee is wel vet.
Even kijken hoe dit eruit ziet. Het heeft op zich wel een vet resultaat. Ben je nou benieuwd geworden naar de foto's die ik gemaakt heb? En wil je heel graag deze schoteltjes winnen? Volg me dan even op Instagram en zoek daarop wat je precies moet doen om kans te maken op deze leuke schoteltjes. Ik vond dit echt een zeer geslaagde video. Ik ben echt heel erg blij met het eindresultaat. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. En als dat nou zo is, like deze video dan natuurlijk even. Vergeet je niet te abonneren. En volgende week ben ik er gewoon weer.